idee. Zag je dat? Wauw. Trucje. Ja, mooi, hè? Knap. Hey, weet je wat ik heel leuk vind om te doen? Ik heb geen idee. Mensen verrassen. Eens. Ja. Ja. En dat gaan we ook doen. Wij gaan namelijk samen met onze maat van Acer Predator. Daar staat hij, de auto. Er zitten daar allemaal mensen in van Acer Predator. Hummer. Ja. Die zit ook helemaal vol met allemaal hardware van Acer Predator. Dus laptops, desktops, monitoren, muizen, headsets. Onder andere de Orion 9000, de Helios 300. Ja. En wat we gaan doen, we gaan één van jouw vrienden verrassen. Ja. Wat moet jij doen? We gaan jou en drie andere vrienden gaan we ophalen. Ja. Dan karren we dwars door het land naar die ene vriend van jou die je wil gaan verrassen. Rijden we dwars hun de voorgevel in. Hartstikke zetten we alles klaar. Je hebt de allerbeste spullen staan. Dan gaan we een hele dikke vette LAN-party houden. Ja, dus wij nemen alle spullen mee. De Hummer, gezelligheid. Wat jij alleen moet doen is het opgeven van een vriend of vriendin. Hieronder in het formulier. En we gaan even testen of het werkt. Dus ja. We gaan één van onze vrienden, collega's, nu verrassen. Nou, dan gaan we nu Simon even bellen. Hopelijk is hij thuis. Hoi, Martin de Boer. Ben je thuis en heb je een broek aan? Ik ben niet thuis en ik heb wel een broek aan. Je gaat niet zeggen dat ik helemaal voor niks naar Rosmalen ben gereden? Jij bent zeker helemaal voor niks naar Rosmalen gereden. Dat plan gaat dus niet door, maar dan gaan we gewoon iemand anders blij maken. Ja, wie gaan we blij maken? Wie kennen we nog meer in Rosmalen? Ik weet het echt niet. In Rosmalen ook zo specifiek? Ja, Den Bosch. Vlakbij. Doe het in deze auto. Denk je dat het past? We gaan het zien. Ik weet het niet. Hoi, mag ik... wat wil jij hebben? Kipnuggets en een milkshake. Kipnuggets en een milkshake. Yay! Smaak, jongens? Ja, man, heerlijk. Ja, ik flikker dit even weg. Of ik gooi dit even weg. Ah, ziek idee. Oké. Goed. Nou, dan gaan we nu naar een gelukkige winnaar. In de volgende video zie je de grote verrassing. En we moeten nog een stukje rijden, dus geef je ondertussen nog even op. Onder in het formulier. Of jouw vriend of vriendin. Dat is belangrijk. Gaan we gaan? Ja. Zit er niemand achter ons? Geen idee. Want ik rijd dwars om je. Woehoe! See you on the other side. Our story is out there. Oké, ik ben best wel hyped nu, want ik ga dus naar een van de ontwikkelaars waar ik nog nooit ben geweest in de 12 jaar dat ik dit werk al doe en waar ik heel graag naartoe wil. En dit gaat de eerste keer zijn dat ik bij BioWare langs mag. Ik ga Anthem spelen, ik ga interviews doen en ik ga hun kantoor bekijken en ik ben echt hyped. Oké, het kantoor van BioWare in Austin is echt awesome. Er hangt zoveel artwork aan de muur dat je helemaal geïnspireerd raakt door de rijke historie van BioWare. En ik mag niet de schermen van iedereen filmen, dus je ziet weinig mensen aan het werk. Ze zijn hier in crunch time. Ze moeten hard werken om in de laatste maand om nog even die game eruit te knallen. Maar kijk naar de artwork. Een momentje. Ik zit hier in de kantine van BioWare in Austin, terwijl ze er nog maar iets van 6 weken hebben voordat ze Anthem moeten uitbrengen. En het grappige is, ik voel hier helemaal geen gespannen sfeer. Ik heb helemaal niet het idee dat ze hier vet hard aan het crunchen zijn om de laatste weken van development nog een succes te maken. Dus het is best wel chill. Dat had ik eigenlijk niet verwacht op zo'n laat stadium met het ontwikkelen van een game. Ja, misschien is BioWare daarmee een uitzondering. Dat zou een chiller ontwikkelaar zijn dan de meeste. Maar in ieder geval, het voelt hier goed. Het voelt goed om hier te zijn. Ik ben enthousiast en het is geen teleurstelling om eindelijk een keer een BioWare office te bezoeken. Oké, dat was het dan weer. Eentje voor de books. Fantastisch trip in Austin. Ik zit in het vliegtuig, ik ga terug. En ik heb weer de tijd van mijn leven gehad. En ik ben opeens heel erg hyped over Anthem. En dat was ook best wel de bedoeling. Natuurlijk, van de EA en van mezelf ook. Want het leek me fijn om weer eens gehyped te zijn over die BioWare game. Want die shock die Andromeda was, die moeten we nog allemaal te boven komen. En misschien lukt het wel met Anthem. Het is natuurlijk niet voor iedereen, niet voor elke Dragon Age fan. Maar het is in ieder geval meer dan ik had verwacht. En het is sowieso een game die ik vet hard ga spelen, reken maar op tientallen uren. Dus
ik ga met een goed gevoel mee terug naar het lelijke Amsterdam. Een aantal maanden terug was ik al in Engeland voor de presentatie van Dirt Rally 2.0. Daar kon ik een heel klein stukje spelen, dat smaakte wel naar meer. Maar nu op dit event kan ik al aan de gang met pretty much de hele game. Dus echt van time trials tot custom, tot championships, alles zit erin al. En oh mijn god, ik ben verliefd. Dirt Rally 1 is echt al pretty much de beste rally game ooit gemaakt. En deze doet er nog een flink schepje bovenop. En dan heb ik het vooral over de physics en de handling van Dirt Rally is echt top notch. Er komt geen andere rally game dicht in de buurt bij de feedback die je krijgt tijdens het rijden. Vooral met stuur en pedalen natuurlijk. Maar ook zelfs met een controller is het echt heel goed te spelen. En deel 1 was echt super hardcore. Moest je eigenlijk wel met stuur en pedalen spelen. Maar ook deze is met een controller goed te doen. Dus het is iets toegankelijker. Alleen ze hebben niks veranderd aan de diepte in de physics, zeg maar. En dus is het gewoon wat makkelijker speelbaar. Maar je krijgt dan wel steeds die feedback. Het is fucking fantastisch. Er zit lekker wat content in Dirt Rally 2. Zo kan ik nu al zien. En ik weet nog niet helemaal of dit final is, maar nu zitten er 14 omgevingen in. En daar kan je natuurlijk gewoon rally rijden, maar er zit ook rally cross in. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg vet. Het is super spectaculair dat je gewoon rondjes rijdt met z'n allen. Af en toe moet je een joker lap doen. Dat is echt heel erg tof, dus dat zit er allemaal in. Er zit er ook historic in en dat is wel heel erg tof. Daarin leren ze je eigenlijk rally rijden zonder alle assists die nu in de auto zitten. Dus super hardcore, geen ABS, dat soort dingen. Maar het is eigenlijk wel tof dat je het op die manier leert. Daarna is het eigenlijk alleen maar een soort van simpeler. Alleen ga je veel en veel harder. Het vette is en blijft gewoon die besturing en die physics van Dirt Rally 2. Het is echt subliem. 26 februari komt die uit. Ik zet mijn stuur en mijn pedalen alvast in het vet. Later.